Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag 22 maart, geloof ik. Het is echt net 6 uur. Ik ben helemaal kapot. Ik heb vannacht zo slecht geslapen. Audi, onze kat, die vond het normaal om tegen 3 uur, 3:30 aan de deur te gaan lopen krabben, lopen mouwen door het huis heen te rennen. En dat doet ze nu dus al een paar nachten op rij en ik word er helemaal gestoord van. Maar goed, het probleem is dat ik dus vroeg op moest. Want ik ga zo eerst even de hond uitlaten en snel ontbijten, make-up opdoen. Misschien, als ik zin heb, in ieder geval wel een pruik op. Want om 6:45 moet ik weg. Dan moet ik Simon naar het station brengen. Dan moet ik meteen doorrijden naar het ziekenhuis. Want ik heb om 8:00 een afspraak in het ziekenhuis. En zoals het eruit ziet, heb ik om 8:00, om 8:30... En om 9:00 een afspraak. Er zijn 3 afspraken achter elkaar door. En dat is voor mijn operatie. En de vorige keer met de operatie wilde ik jullie eigenlijk meenemen. Maar daar kwam dus toen niet echt van. Want ja, weet je, mijn borsten werden verwijderd. En ja, het was gewoon te heftig, te emotioneel. En ik was ook te gesloopt om jullie mee te nemen. Nu ben ik vandaag wel heel erg moe, maar ik ga toch proberen te vloggen voor jullie, zodat ik jullie toch mee kan nemen in fase 2 van mijn reconstructie. En nadat ik klaar ben in het ziekenhuis, moet ik als een gek weer terug naar Zevenaar. Dan is het echt een kwestie van de hond uitlaten, snel wat lunchen binnen zien te krijgen. Weer terug naar Arnhem, want het ziekenhuis is ook in Arnhem. Weer terug naar Arnhem. En dan moet ik eerst langs mijn moeder. Ik moet nog wat dingetjes afgeven aan haar. Ze had wat dingen vergeten zaterdag. Dus dat geef ik even terug. En dan moet ik door naar mijn vrijwilligersbaantje. En dat is van 1 tot in principe 4. Maar het loopt altijd uit tot 5 uur. En dan moet ik weer als een gek naar huis. Moet de hond uitlaten. Moet ik gaan koken. En weet je, het is best wel veel voor mij. En ook best wel heftig. Vooral... Als ik vrijwilligerswerk doe, dat is leuk en dat is prima, maar dan moet ik eigenlijk niks anders te doen hebben. En ja, het komt nu elke keer net niet uit op de donderdag eigenlijk. Normaal komt op donderdagochtend mijn oma of dan ga ik wat met haar samen doen. En nu heb ik dat al een paar keer moeten afzeggen vanwege mijn vrijwilligersbaantje en dat vind ik eigenlijk echt niet kunnen. En nu ook met vandaag, ik zou vandaag met haar wat gaan doen, maar ja, het komt ziekenhuis tussendoor, kan gebeuren. Maar vanmiddag dan werken, dus daarom zat het er niet in. Normaal ga ik nog wel eens naar het ziekenhuis door naar oma of iets. En dat gaat nu niet. Maar ja, volgende week donderdag wordt het dus weer zo druk. Want ik heb met oma afgesproken dat ik volgende week met haar weer op stap ga. Dus dan ben ik 's ochtends de hele ochtend weg met haar. En dan moet ik echt rennen, vliegen, haasten om door te gaan naar ja, mijn vrijwilligersbaantje dan. En, ja, eigenlijk komt die volgende week ook niet zo uit, want ik wil heel graag naar een autoshow toe. Maar dat zou dan op zondag worden en zondag wordt dan best kut, want donderdag moet ik werken, vrijdag moet ik werken. Zaterdag komt de tante van Simon, die moet ik nagels zetten. Dus dan hou ik alleen die zondag over. En ik weet niet of Simon het zo'n goed idee vindt om aan te gaan. Maar ja, we kijken wel even. In ieder geval komt het op neer dat ik heel erg moe ben. Het is inmiddels al 6:10. Dus ik ga nu snel de hond uitlaten. Echt een rondje van 5 minuten. Meer zit er niet in. En dan moet ik snel eten en spullen pakken en wegwezen. Nou echt jongens, het is nu 7:00. Ik heb Simon even afgezet op het station. We hadden de trein al gemist. Die kwam een paar minuten vroeger. En we waren op zoek naar de autosleutel. En dat was een beetje mijn schuld. Het was gisteren. Maar als het hectisch is, vergeet ik dingen en dan gaat het even niet zo goed met mij. En de laatste paar dagen is het nogal hectisch. Dus ik heb de sleutel in de auto laten zitten gisteren. Of laten liggen, moet ik eigenlijk zeggen. Zijn auto startte wel en zo. Maar we waren het hele huis aan het afzoeken naar een sleutel, waardoor dus te laat weggingen. Ik zei, als die niet daar en daar ligt, want het zijn 2 vaste plekken waar ik hem neerleg. Ik zei, dan kan het niet anders dan dat ik hem in de auto heb laten liggen. Dus ik ben meteen de auto ingesprongen en daar lag hij inderdaad. Beetje stom voor mij. Dus daar moet ik echt wel op gaan letten dat ik even een tandje terugneem. En ja, ik ben nu onderweg naar het ziekenhuis toe. En dan ben ik benieuwd hoe het daar gaat. En ja, ik zie er echt niet uit. Ik ben zo moe. Ik wou net nog heel even slapen, omdat ik altijd naar het ontbijt als ik weg moet... Ik moet slapen voor als ik vroeg op moet. Ik ben ook super moe. Ik reed net al bijna tegen de stoeprand aan. Simon die ongelukkig bijsturen. En
En dan ging ik weer bijna uit de bocht vliegen. Terwijl ik helemaal niet hard draai. Echt. Oh jongens, het gaat zo niet goed met mij vandaag. Maar goed, we zien wel hoe we daar aankomen. Oké, ik ben dus net aangekomen bij... Dat is raar. Bij het ziekenhuis. Ik sta geparkeerd in de garage. En ik ga jullie eens laten zien of ik jullie kan laten zien wat ik zie. Het is echt een beetje heel erg vreemd. Kijk, mijn motor is natuurlijk warm van de auto. En het regent nu en het is koud. Dus je ziet continu van die rookpluimpjes, zoals daar ook weer net, van de motorkap afkomen. Zie je dat? Ja, nu pakt hij hem. Echt superveel. Maar goed, het is nu iets voor 7:30. Ik heb om 8:00 mijn eerste afspraak. Ik zal zo even nakijken op welke route ik moet zijn. Ik ben gewoon beneden. Oh, sorry. Ik ben echt dood en dood moe. En ik heb superveel pijn in mijn buik. Dus ja, ik ga nu naar binnen bij het ziekenhuis. En dan hoop ik eigenlijk dat ik ook wat eerder aan de beurt kan zijn. Zodat ik sneller weg ben weer hier. Ik wil wel zo snel mogelijk weer naar huis toe. En dan heb ik hopelijk even de tijd om te slapen of zo. Maar goed, moet goed komen. Serieus, van die mensen met van die hele grote auto's. Die hem zo strak op jouw auto zetten. Dat jij niet zelf je auto in kan stappen. En dat je dus via de passagierskant je auto in moet. Om achter je stuur te kruipen. En daar heb ik dus altijd een bloedhekel. Echt. Oh. Maar nu staat hij dus ook zo strak. En ik moet die bocht naar achteren hier langs maken. En dan ben ik blij dat ik hier op de hoek geparkeerd sta enigszins. Er staat nog wel een auto naast me. Maar dan kan ik er hopelijk een beetje uitkomen. Maar anders als ik... Als dit gebeurd was, zeg maar, als ik niet op de hoek had gestaan, was de kans groot geweest dat ik mijn auto gewoon ook een beetje expres langs die auto heen had getrokken. Want hij staat buiten zijn vak geparkeerd, dat sowieso. En hij staat zo strak op mijn auto geparkeerd dat het gewoon haast niet anders kan dan dat je of de auto achter je schampt of de auto hiernaar schampt. En aangezien hij fout geparkeerd is, schamp ik dan liever de auto ernaast. Maar goed, ik ga proberen hier de garage uit te komen zonder schade. En dan zie ik jullie zo meteen weer. Sorry voor het geluid op de achtergrond. De hond is even wat aan het drinken. Het is nu 10:15. Ik ben net thuis. Ik ben kapot, kan ik jullie zeggen. Dus ik ga zo meteen denk ik even op de bank liggen slapen. En... Even te denken hoe laat ik weg moet, want ik moet nog naar mijn moeder toe. Ik moet om 1:00 beginnen. Dus moet ik normaal 12:15 hier weg. Maar ik moet nog langs mijn moeder. Dus een kwartier. Ik denk dat ik 11:45 weg moet. Ik moet ook op tijd lunchen dan en de hond uitlaten. En hondlunch geven. En... Zo voel ik me vandaag. Maar goed, ja. Het is nu 10:15. Ik denk dat ik even een 30 minuten ga slapen. O, Lambo, ga eens af. Hij staat er tegen me aan, maar dan klimt hij echt maar 10 nagels voor mijn benen tegen me aan. Dus ik ga even een 30 minuten slapen. Het is 11:15, dan kan ik even snel lunchen en dan snel weg. Dat dus vandaag. Maar goed, ik kom net dus uit het ziekenhuis. Het is allemaal goed, allemaal geregeld. Alles is in orde gemaakt. En een week voor mijn operatie krijg ik pas een brief thuis met de datum. Zoals het er nu uitziet wordt het 12 april of 19 april. Maar ja, dat hoor ik dus pas een week van tevoren. Daar baal ik wel van. Maar goed, tot die tijd gaan we lekker door zoals het nu gaat. Ook al gaat het niet. Maar toch. Ja, nou ja, jullie begrijpen wel wat ik bedoel. Ik ga in ieder geval even lekker slapen en dan zie ik jullie zo weer. Nou, het is inmiddels 11:55. Ik ben een beetje aan de laatkant. Ik krijg mijn moeder niet te pakken, dus ik ben bang dat zij nog werken is. Ik wou haar eigenlijk vragen of ik de hond bij haar mocht dumpen. Het scheelt, ik heb net op de terugweg naar huis al getankt. Maar ik ga nu dus weer vertrekken, want ik moet nu naar mijn vrijwilligersbaantje toe. En omdat ik geen zin heb om de hele middag niks te doen. Nou ja, niks te doen. Het is niet dat ik niks doe. Maar ja, het is grotendeels een beetje kletsen en koffie en thee schenken en drinken. Heb ik dus besloten om wat spulletjes mee te nemen, zodat ik eventueel wat manicures kan uitvoeren. En dan kan ik gelijk de nieuwe nagellakjes testen op de mensen. Ook kijken hoe hun het bevalt, hoe zij het vinden.
wat zij van de droogtijd vinden, wat zij van de dekking vinden. Want oudere mensen zijn toch wel best wel kritisch vaak. En dat is iets wat ik nu heel goed kan gebruiken. Hoe kritischer de mensen zijn, hoe beter je de feedback hebt. Want je kunt beter te kritische mensen hebben die alle negativiteit al een beetje eruit filteren, zodat jij je salon kan verbeteren. Dan dat je alleen maar mensen hebt, oh wat leuk, oh wat positief, weet je wel, dat soort dingen. Want daar kun je jezelf niet mee verbeteren en de kwaliteit van je producten en diensten ook niet. Dus ja, daarom ga ik het gewoon op hun uitproberen als ze het leuk vinden. En dan ben ik dus even werken. Het is alleen, ik heb de hond niet echt uit kunnen laten. Omdat ik zelf niet helemaal lekker in orde ben. Het is een beetje egoïstisch ook wel. En weet je, hij kwam ook niet. Normaal gesproken dan zeg ik, moet je naar buiten, moet je proberen een plasje doen. En nu hoefde hij dus alleen te plassen. Dus ik heb hem even snel in de achtertuin gelaten. En dan stuur ik straks mijn buurmeisje wel even een sms'je om te vragen of zij toevallig vanmiddag op tijd thuis is. En als ze niet te veel huiswerk heeft, met dan de vraag of zij de hond uit wil laten. Dat wil ze meestal wel doen. Dus ja, ik ga nu even verder en dan ga ik zo lekker aan het werk. Het is nu 5:00, iets na 5:00. En ik ben er net pas binnen. Ik heb een hele gezellige middag gehad. Ik heb bij één vrouwtje even een manicure gegeven, even haar nageltjes mooi gelakt. En samen met een ander vrouwtje ben ik boodschapjes wezen doen. En ja, nu ben ik binnen. En moet ik gelijk door, want de hond zit nog in zijn bench. Maar die moet echt even uitgelaten worden. Dat ging namelijk niet meer vlak voordat ik wegging. Dus ik ga nu even de hond uitlaten. Dan moet ik snel de pannen afwassen. En eten koken. En dan vind ik het eigenlijk wel weer mooi geweest voor vandaag. Ik ben zo op. Maar goed, in ieder geval werd gezegd dat ik morgen de hond mee mag nemen. Of tenminste, er zijn een paar mensen daar die zijn helemaal dol op hondjes. Ik heb al een paar keer gezegd, ik neem de hond mee. Ja, waar neem je nou mee? Ik zeg, nou weet je wat, dan neem ik hem morgen mee. Maar morgen is er ook de grote paasbingo, dus laten we even afwachten hoe dat gaat. ze verwachten 100 mensen, dus ik weet niet of het heel verstandig is om een hond mee te nemen. Maar aan de andere kant lijkt het me ook wel een goede training voor hem. Dus ik denk dat ik het gewoon doe en dan hoeft hij ook niet de hele middag alleen te zijn en zo. Want dat vind ik ook maar zielig. Dus ja, ik ga nu de hond uitlaten en dan ga ik eten maken.